blog van maart 2019 van Go4Grow. Veiligheid boven alles, uit eigen ervaring. Kak, een blauw oog, kijk. Echt bizar. Ta-ta-ra. Nou ja, dit filmpje gaat over veiligheid. Waarom? Omdat ik eigenlijk al jaren ski, 40 jaar, meer al dan 40 jaar, en altijd mopper over een helm op, ik vind het veel te warm. En toch is veiligheid wel heel erg belangrijk als je dingen doet waar dat ook echt voor nodig is. Zo was ik op de laatste skiedag van de week, waar ik altijd zeg, nou, dat de laatste pistetjes maar weer mooi afgerond mogen worden en we zijn weer veilig thuis. Maakte ik toch een klapper, dus ik heb echt heel blauw oog. Goed, dat ik hiermee op social media ga, vind ik eigenlijk toch wel een dingetje. Want eigenlijk gooien we het liefst over elk filmpje een filter heen. Maar dat is nou net precies wat ik eigenlijk met dit filmpje wil weergeven. Want dit zijn butsen aan de buitenkant en daar ben ik goed vanaf gekomen. En ik heb een groot event deze week, dus heel veel mensen gaan me zien. Gooi er wel wat make-up op. Maar hier kom je wel weer van af. Maar veiligheid in samenwerking, veiligheid in vriendschappen, eerlijk communiceren met elkaar. Van waar gaat het nou eigenlijk echt om? Wat speelt er? Eerlijkheid naar elkaar. Versterken naar elkaar. Talenten gebruiken naar elkaar. Als je daar niet veilig in voelt, dan heb je ook zulke butsen, maar dan van binnen. Maar die genezen veel minder snel. En daar heb je eigenlijk continu gedurende je werkperiode, je leven, veel meer last van. En dat is eigenlijk wat ik heel belangrijk vind om aan te kunnen geven van, ben jij veilig in jouw werkomgeving, met je samenwerking? En vertrouw je de mensen met wie je samenwerkt, zodat je echt gewoon blind kunt gaan en kunt doen waar je blij van wordt? Want dan blijf ik nog steeds skiën. Maar zonder helm zal ik het nooit meer doen. En ook zonder zonnebril, die is toch kapot. Maar misschien dat ik toch een ander soort bril ga kopen. Omdat dat toch wel heel belangrijk is. Dus ik zou zeggen, ga eens bij jou na. Heb ik nou van die butsen? En misschien niet van de buitenkant, maar wel van de binnenkant. En wat kan ik daaraan doen?